De weerstand van water is 800 keer groter dan de weerstand van lucht. Dus het is je vriend en je vijand. Het kan je afremmen, daarom stroomlijnen we in het zwemmen. Maar je kan er ook mee werken. Je kan je er tegen afzetten. En bij de borstcrawl begint het afzetten eigenlijk na de insteek. En dat is een fase van de doorhaal, dat noemen we de catch. Dat is het positioneren van je hand en je voorarm in een verticale positie. Nou, als we die heel eventjes terugkijken en ook zometeen even stilzetten, dan zien we hier heel goed, dit is Jurjen Willemsen, een nationale topper geweest en demonstreert het hier heel mooi. En je ziet een buiging aan het begin van die doorhaal van de elleboog. En je ziet dat heel mooi bij zijn rechterarm. Deze positie is wat elke topzwemmer nastreeft en traint. Dit noemen we de catch, of ook wel zwemmen met een hoge elleboog. Je elleboog is hoger dan je onderarm. En je wil een verticale positie creëren. Waarom? Want alleen met een verticale positie kun je dat water vervolgens naar achteren stuwen. En wat jij net deed, is met je elleboog laten leiden. Nee, die elleboog die blijft hoog en gebogen. En daarmee duw je dat water allemaal naar achteren. En dat is een hele moeilijke deze, want je ligt niet recht op je buik. Je bent ook nog eens continu aan het kantelen van links naar rechts. Hè, met die lichaamsrotatie, met je ademhaling. En dat is heel erg lastig om te trainen. Wat maakt het met name moeilijk? Om in een gestrekte positie, om dan je elleboog te kunnen buigen. En het begint gewoon met een buiging van de pols en de hand naar beneden. Die staat als eerste verticaal. En dan komt vervolgens de buiging van de elleboog en je onderarm staat dan ook verticaal. Daar ben je het meest efficiënt. En wat veel mensen fout doen, is op het moment dat ze ingestoken hebben, dat ze deze buiging maken. Dus dan zwem je eigenlijk met de achterkant van je bovenarm, in plaats van het grote oppervlakte wat je kan creëren met je onderarm. Het is waar je... Snap je het nog? Ja, ik snap het nog. Ja. Okay. Ja. Het is waar je de snelheid maakt. Klopt. Is het dan veel kracht als je dat baan na baan na baan doet? Hoe beter, hoe hoger de elleboog en hoe beter je techniek, hoe meer water je pakt, hoe meer kracht je nodig hebt. Ja, dat is ook frustrerend als je net zo lang als ik gestopt bent en dan weer eens een keer het zwembad induikt. De techniek zit er nog wel, maar de kracht om het uit te voeren, dat wordt steeds moeilijker. Ja. En dit is ook iets wat aan het einde van de race gaat slippen. Dus dan is het moeilijker om die elleboog hoger te houden. Dan zakt hij een beetje naar beneden en dan gaat je efficiëntie weg. En dan zie je degenen die het beste in vorm zijn en de meeste kracht hebben, die kunnen dat laatste stukje dan nog versnellen. En dat zit hem daarin.